PSV zonder problemen langs FC Twente. De prima donna's van AZ winnen ook. En code rood bij Ajax. Verder is tananeloos Vitesse, tandeloos Vitesse. En zorgt Koning Winter voor een halve speelronde. We hebben allemaal onze pilletjes genomen en zijn ingeschreven. Dus op naar een nieuwe ijskoude aflevering van de derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboys. Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. Hallo luisteraars en welkom bij weer een aflevering van de derde helft, de Eredivisie podcast van Nederland. Waarin we normaal gesproken een volledige speelronde doornemen, dus alle 9 potjes. Nu wil het zo dat we in een noodsituatie zitten. Het land is in rep en roer. Er zijn maar 5 wedstrijdjes gespeeld, maar toch nemen we op. En zit ik hier zoals altijd met Tim en Snijboon. Jullie hebben het weer getrotseerd. Tim heeft 10 minuten buiten gelegen met de Toto-kroon op, zodat je op Instagram kan zien. Maar hij is er weer. Welkom terug. Dankjewel. Bedankt. Ik vind het wel echt lekker dat er maar 5 potjes gespeeld zijn. Zoveel tijd voor randzaken hebben we vandaag. Nog meer dan normaal. Ik ben niet bang. De hele tijd over voetbal te hebben. Nee, daarom. Ik ben bang dat er maar 5 potjes gespeeld zijn. Hey, Pepijn, zoals wel vaker aangeschoven. Hallo. Hallo. Voormalig profvoetballer, moet ik zeggen. Ja, wonderkind was het volgens mij. Nee, Tim wordt altijd boos als ik wonderkind zeg. Dus we houden het bij voormalig profvoetballer van RBC en Helmond Sport. Om een beetje het niveau qua voetbalachtergrond op te krikken hier aan tafel. Helmond Sport en RBC. Nou ja. Ja, het zegt nu over de rest. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Hey Pepijn, Wacht even, als Helmond Sport nu ook failliet gaat, ben jij dan nog oud profvoetballer? Dat is een goeie. Maar ik zou me dan als AFC bijvoorbeeld wel zorgen gaan maken. Dat is dan de Want jij ook bij AFC. En jouw vriendin ook. Ja. En wij dan? Ja, dat is wel waar, ja. Pepijn, hoe was de administratie geregeld bij Helmond Sport en RBC? Beter dan bij Ajax? Ja, ik werd ook wel eens niet ingeschreven voor een wedstrijd. Maar dat was volgens mij niet per se een administratieve fout te noemen. De administratie bij RBC, daar weten we alles van. Creatief was het. Vooral creatief. Nee, maar ik weet waar je naartoe wil. Ja, we zullen het zo meteen uitgebreid over zo erover hebben, ja. Absoluut. Snijboon? We krijgen ook vragen tegenwoordig via YouTube. Mm-hmm. Normaal gesproken alleen via onze stories, maar ook via YouTube. Ik heb even eentje voor je meegenomen. Baseline, die wil weten of jij volgend jaar meedoet aan de slimste mens. Want hij gelooft dat je kennis verder reikt dan voetbal alleen. Ik kan hem verzekeren dat het zo is. Ja. Komen wij daar als podcast? Ik denk wel dat ik dat leuk zou vinden. Maar ik denk niet dat wij als podcast... Ik denk vooral dat ik dat ook heel vet zou vinden. Als ik daar zit. Ja. Maar kan... ik kan wel even kijken gewoon of ik wat mensen daar kennen. Dat kan, serieus, toch? We kunnen toch gewoon aandragen? Ja, boeien. Elke kans om op Nationale TV een paar keer de naam de derde helft te laten vallen... moeten we gewoon aanpakken, toch? Ja, als ik zie wat daar aanschuift, normaal gesproken... Mm-hmm. Dan denk je dat Snijboon de goede kans heeft. Maar ook gewoon qua bekendheid. Ik denk dat Snijboon gewoon echt een goede kans heeft om gewoon uit te worden. In lijn met de snolle bollekes toch en een wortelboer. Okay. Nou ja, zeker. Snijboon, we gaan je brengen naar de slimste mens vervolgens. Wel even op tijd zeggen, want dan moet ik wel anders kloppen die je gaan lezen nog even. Ja, heel goed. Even nog naar Turkije. Ja, ga door. Ja, je refereerde aan zijn koep, maar dat laat ik even midden. Nee, het ontbreekt juist. De Turkse koep bedoel je? De koep dit dag van Snijboon. Jezus, 5 potjes gespeeld en het gaat meteen echt van links naar rechts. Tim begint over Gulen. Voor jou heb ik vanavond vanavond een recensie meegenomen. Ja. We zijn namelijk de magische grens van 300 recensies en beoordelingen voorbij op de iTunes podcast app. Scoren we? 4,5 van 5. Deze haalt ons naar beneden. 2 sterren, met name Tim. Ach, jezus. Serieus? Tim zegt dat Blind beter op de bank kan zitten? Man. Daar snap je er helemaal niets van. Ga lekker voetbalmanager spelen en schuif niet meer aan in deze podcast. Iemand geeft ons 2 sterren omdat Tim iets doms heeft gezegd. Dat was waarschijnlijk Danny Blind. Ja, precies. Iemand geeft 2 sterren omdat Tim iets normaals heeft gezegd. Goed, je hoe heet die gozer dan? Noem eens een naam dan. Ja. Anoniem, helaas. Ja, tuurlijk. Nee, drama en nog wat nummers. Zolderkamerridders. Heel goed. Dan gaan we door naar... ik wil toch even de ranglijst erbij pakken. We beginnen gewoon bij de koploper. Er is genoeg gebeurd. We hebben wel een Toto-jingle, anders vind ik het zielig voor Toto. Ja, doe even die jingle. Het was eigenlijk de wedstrijd van de week namelijk. Het was eigenlijk de wedstrijd van de week. Ajax tegen FC Utrecht.
Toto, 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 Toto. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week. Zo, dat is makkelijk verdiend. Ja. Klasse. Wedstrijd afgelast dus. Maar ze hebben vooral genoeg gebeurd bij Ajax deze week. Wat een week. Brobbey verlengt niet. Promes lijkt niet weg te komen. En ook niet een transfer naar Rusland. Bedenk ik me nu. Haller niet ingeschreven voor de Europa League. En Onana 12 maanden geschorst. Ja, wat kan je hier godsnaam over zeggen wat er niet over gezegd is? Als Ten Hag nog haar had gehad, dan was hij het na deze week helemaal kwijt. Kan je baard ook uitvallen? Ja, dat zat ik ook aan het denken. Of zijn rughaar. Maar dat zien we dan niet. Maar misschien is hij wel gewoon uit bed gestapt. En lag al zijn rughaar nog in zijn bed. Ja, nee, maar dit is zo'n absurde week voor die club. Hoeveel schuld vind jij dat er bij Ajax ligt? Van dit alles? Ja, Haller is wel echt een grove blunder van de club. Wat is het ergst? Onana 12 maanden missen. Okay. Ja, 100%. Het verschil tussen Onana en de rest van de keepers van Ajax is echt immens. Ja. Echt gigantisch. Ik denk dat Ajax ongeveer de slechtste soort van... Het verschil tussen de eerste en tweede keepers bij geen één club in de divisie zo groot als bij Ajax. Nee. Ze gaan ook niet op zoek, hè? Hoorde ik. Ze houden het gewoon bij Stekelenburg en Scherpen. Ja, ik heb die Stekelenburg op een gegeven moment tegen AZ speelde die, geloof ik, toch? Nou, toen hoorde je het piepen en kraken toen die op een gegeven moment naar de hoek dook. Ja. Ja, ik maak me echt zorgen. Dat was jouw tv volgens mij. Maar Snijboon, moeten we nog heel veel uitleggen waarom hij 12 maanden geschorst is? Of omdat hij kwam, volgens mij werd hij wakker met pijn ergens. Het wilde ding als sprintje nemen. En dan heeft hij per ongeluk een pilletje van zijn vrouw genomen. En daar zat een vochtafdrijvend middel in. En dat middel wordt vaak door dopingzondaars gebruikt. Omdat doping die het neemt, sneller wordt afgevoerd door dat middel. Omdat sneller vocht afdrijft, dus de doping sneller uit je lichaam is. Dus om dan positief of juist negatief uit de dopingtest te komen, neem je dus dat middel. En dat middel is wel waar te nemen in het bloed, waar dan de doping dat al niet meer is. En dat middel stond op de verboden lijst. Ja, en volgens mij hebben de bonden en voetbalorganen al gezegd dat zij ook niet ervan uitgaan dat Onana daadwerkelijk doping heeft gebruikt. Alleen hoort het wel bij zijn rol als prof om met alle tijden voor te zorgen dat er geen middelen in zijn lichaam komen die er niet in mogen. Ja, normaliter word je volgens mij 4 jaar geschorst als er een vergelijkbaar middel is gevonden. En nu 1 jaar. Dus dat is eigenlijk een soort van concessie van ja, het is niet de bedoeling geweest. Ik vind het gewoon heel grappig als de FIFA ergens moreel kompas van moet zijn. De voetbalgoden zijn de Eredivisie wel echt fantastisch gezind. Hè? Want letterlijk in de eerste week nadat denk ik heel Nederland dacht, ja, nu is het echt gespeeld. Hè? Ajax kampioen. Wacht even probleem met Haller. De grootste aankoop ooit. Die beste keeper uit de Eredivisie. Laten we die even een jaar gewoon uitschakelen. Ik vind dat wel heel interessant. Mag ik nog even iets over Brobbey zeggen? Ja, want laten we heel even Onana afronden. 12 maanden geschorst. Kas, ze gaan wel een hoger beroep. Gaat waarschijnlijk niet uitrichten. Zagen jullie zijn post op Instagram? Want ik weet niet of we erover kunnen oordelen of het de bedoeling is geweest of het dom is geweest. Ja, dat vind ik heel lastig om in te schatten. Maar ik zag zijn post, die post op Instagram, en dat deed ook wel pijn om te zien. Dat ik dacht, oh, zo'n gozer. Wat was dat dan? Gewoon een beetje zijn excuses. Zijn excuses en hoe erg die het vond. En dat ze toch wel aangingen vechten omdat hij buiten proporties vond. Maar gewoon meer, je zag het er gewoon doorheen. Die pijn. Ik denk van, dit is een gast in de bloei van zijn leven. Misschien klaar om een stap te maken. En dan, ja. Ik vind het rottig. Komende 12 maanden mag je niet eens trainen bij Ajax. Dus we zullen zien. Maar dat van Haller is toch nog veel debieler. Ja, Haller. Daar kan je nog om lachen. Ja, nou, dan mag je eigenlijk om lachen. Ja, dat je in de winter iemand voor 22 miljoen haalt. Ja, en dat hij dan niet mag voetballen in de wedstrijden waar je hem voor hebt gehaald. Maar als ik een supporter van Feyenoord of PSV was geweest, dan had ik hier echt smakelijk om kunnen lachen om deze fout. En dat vind ik bij Onana wel echt een ander verhaal. Dat is zeker waar. Bij Haller is het gewoon achterlijk eigenlijk, maar niet een sneuvel die jongen natuurlijk, maar dat komt wel weer goed in de Champions League volgend jaar. Ja, laten we het bij Onana 12 maanden weg, Haller geen Europa League. Tim, jij wilde nog heel veel voor Brobbey hebben. Ja, ik moet mijn excuses aanbieden aan Brian Brobbey, want ik was een beetje boos geworden op hem toen hij niet ging juichen. Snijman was met me eens na Willem II dat hij erin kwam en een winnende maakte. Maar ik weet, hij heeft een plan gemaakt samen met Mino Raiola. Want ik snap volkomen dat hij zijn contract niet verlengd heeft en transfer weggaat, want hij weet namelijk dat hij niet zo goed is. Het is namelijk ijzersmeden als het echt snoeiheet is. Brian Brobbey is nu de hype.
En hij heeft ook met Raiola afgesproken. Als je een doelpunt maakt, doe alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dan denken de buitenlandse clubs echt dat je echt best wel goed bent. Hij gaat nu transfervrij weg. Dat betekent een ontzettend grote som tekengeld. Heerlijk salaris. Hij is gewoon financieel klaar. En ja, als hij bij Ajax had gebleven, was hij uiteindelijk gewoon weggezakt in de marge. En dan was hij spits van PEC geworden. Dus ik begrijp het volkomen. Is het, okay, is het al bekend waar hij heen gaat? Want mag ik hier inhoudelijk op ingaan? Graag. Voordat we weer doen alsof dingen die Tim zegt waar zijn. Ja. Brobby is 19 geworden. Mm. Is al heel lang een heel groot talent. En in het half jaar dat voor hem omdraait of hij zijn contract verlengt, haalt Ajax de allerduurste speler ooit in de Eredivisie, op zijn positie, die ook nog eens niet super oud is. Ik vind het best wel logisch dat hij denkt, ja, sorry, maar hier gaat het niet lukken. Maar precies, waarom denk je dat Ajax dat doet, Snijman? Omdat Brobby niet goed genoeg is. Precies. Maar, want Brobby zelf, was hij ervan uitgegaan dat hij volgend jaar eerste spits in Ajax 1 was, terwijl hij dit jaar met schamele minuutjes moet doen? Dat kan ook niet het geval zijn geweest, dat hij dacht van, mijn tijd is nu gekomen. Nou ja, met de situatie in de spits voordat Haller kwam, wel. Ja, dus kun je ervan uitgaan dat ze iemand halen. Als je het op een gegeven moment van een Huntelaar die op 43 is moet hebben. Met alle respect voor Huntelaar. Snap ik dat Ajax besluit. Dan moet Brobby toch ook inzien van ja, je kan niet alles op mij aan laten komen. Ja. Ik ben nu wel heel benieuwd waar hij voor gaat kiezen. Of hij daadwerkelijk een stap ook gaat nemen die sportief te billiken is. Of dat het echt alleen maar geld maar wordt. Maar Tim, als voetballiefhebber, vind je dan niet jammer dat een zelfopgeleide spits van Ajax vertrekt naar het buitenland? Waar we misschien inderdaad nooit meer iets van gaan horen. Dat vind ik wel jammer, ja. Maar je bent ook een beetje boos. Nee, ik begrijp dat hij weggaat. Ik vind het alleen jammer voor een club als Ajax dat je gewoon inderdaad 10 jaar investeert in zo'n jongen en die gaat dan uiteindelijk voor niets weg. Dat is jammer. Maar dan moet je ook niet inderdaad een spits van 23 miljoen kopen. Ja, je vraagt er dan een beetje zelf om. Ja, Leipzig of Dortmund worden allebei genoemd als mogelijke bestemming. Laatste dingetje nog. Promes is nog steeds niet weg. Ze hebben wel geanticipeerd door Idrissi te huren van Sevilla, Snijboon. Jij was altijd voorzitter van de fanclub toen je nog bij AZ speelde. Logische transfer? Nee, want Idrissi, dit wordt een beetje mijn stokpaardje, maar ik vind dat bepaalde spelers niet naar topclubs moeten, oh ja, omdat ik vind dat ze de beste speler kunnen zijn van een competitie bij een subtopper. Idrissi is daar het allerbeste voorbeeld van. Idrissi bij Ajax wordt het spel niet om hem heen gemaakt. Dan mag hij misschien af en toe invallen voor Tadic op links. Maar bij AZ stond hij ook al met twee aardige spelers voorin. Ja, maar daar was er geen één, vond ik, de beste van. Bij Ajax hij wordt niet eens eerste keus op links. Ook niet als hij wel vast gaat tekenen. Nee, dat staat daar niet zo nog. Dus ik vind het... Ik was sowieso een beetje verbaasd. Want ik wist dat hij niet veel speelde bij Sevilla. Maar dat die na een half jaar zo erg niet in hem zien zitten. Dat ze hem al verhuren met een optie tot koop. Nee, volgens mij is het zonder optie tot koop uiteindelijk. Okay, maar al is het al verhuren. Ja. Ze verhuren wel aan een club waarbij ze weten dat hij daar niet eerste keus dat wordt op links. En dat vind ik al best een teken aan de wand. Ik vind het leuk dat hij weer terug is, maar ik denk niet dat we heel veel van Idrissi gaan zien. En dat vind ik wel zonde. En Promes blijft dus misschien. Ja, dat was in het parool dat ze het bij Spartak niet zo erg vonden als een buitenspeler iemand gestoken had. Is dat eerder gebeurd? Eigenlijk? Nee, want hebben ze daar ook niet Kokorin onder contract? Die heeft volgens mij een Russische diplomaat in vieren geschopt. Ja. En die heeft letterlijk in de bak gezeten ook. We zullen zien. Laten we het dan houden bij Ajax en doorgaan naar de eerste wedstrijd van het weekend die wel gespeeld werd. Nummer 2 PSV, thuis tegen FC Twente. Werd 3-0. Na een verloren januari maand begon een redelijk gehavend PSV tegen een redelijk gehavend FC Twente. Tot de 1-0 van Malen ging het gelijk op. Daarna werd PSV sterker en scoorde Sahavi de 2-0 uit een schitterende aanval. Malen scoorde uiteindelijk de 3-0 met een vernietigende uithaal van ongeveer een meter of 6. Ron Jans miste de vechtlust bij FC Twente. Idic had dat wel, maar moest dit met rood bekopen. En zo werd het dus 11 tegen 10 en 3 tegen 0. Snijboon, wat mist PSV nog om Ajax aan te kunnen vallen? Het gat is nu 4 punten. Sorry, Pepijn. Ik ben Pepijn, ja. Ja, het is laat, wil ik zeggen, maar het is ook niet waar. Niet veel haar, maar... Nee, ja. ik keek naar Pepijn terwijl ik de naam van Snijboon zei. Maar Pepijn, PSV om Ajax aan te vallen? Gaat nu 4 punten. Ik heb wel weer best wel van PSV genoten. Zoals we dat best wel vaak hebben gedaan dit seizoen. Mm. Dat we de keren dat ik hier heb gezeten, was het vaak wel zo van... Ja, kijk, zie je, ze kunnen het wel. En ze hebben vaak het terugzak. Ik denk dat... En ik zie hier ook de oplossing voor Blind. Dat PSV gewoon een speler als Blind mist. Gewoon een jongen die het even goed wegzet. Want als je ziet wat daar allemaal loopt... En het is allemaal heel erg bevlogen. En het is allemaal heel erg... handig en snel, maar gewoon een beetje gochme en slimheid, dat ontbreekt er gewoon in die ploeg. En ik denk dat ze dan echt Ajax aan kunnen vallen als koploper of als kampioenskandidaat. Smit en zolang... zegt dat Boskagli type Blind is, hè, van PSV. Ik vind Boskagli aan de bal wel echt steeds beter worden. Ja, wel beter worden, maar ook maar nog niet zo die rust die uitstraalt. Het is denk ik ook gewoon een stukje uitstraling wat je op het veld nodig hebt.
En dat mist ze nog wel bij PSV. Want als het eenmaal loopt, die machine, ja, dan is het niet te stoppen. En dan is het denk ik zelfs door het Ajax van nu niet te stoppen. Nee. Maar dus ik hoop dat ze daar eigenlijk naar op zoek gaan. En daarbij hoop ik heel erg dat ze Malen niet verliezen voor de Eredivisie. Want wat dat vind ik echt een verschrikkelijk goede speler. Ja. Ik vind het wel mooi bij sommigen. Het is altijd een moment dat je niet heel concreet kan herkennen. Maar na verloop van tijd wel. Malen is klaar hier, nu. Dat heb je bijvoorbeeld bij Depay, heb je dat op een gegeven moment gezien, weet je wel, dat hij 30 keer in een seizoen scoorde. Wijnaldum had het ook bij PSV, Vertonghen en Eriksen bij Ajax, dat ze gewoon echt de competitie helemaal ontgroeid zijn. Ja, dat is nu bij Malen zo. Hij is gewoon klaar voor de volgende stap en dat wordt hopelijk een club als Dortmund. Derde seizoen op rij, meer dan 10 competities toe. Maar ja, volgens zeker. Mij, want wat Malen nog wel is als kritiek uit, is dat hij niet constant genoeg is. Maar volgens mij is de enige manier om Malen constant op een hoger niveau te laten spelen, is dat hij juist niet meer zich af en toe verveelt in het veld. Dat hij gewoon op een hoger niveau moet spelen. Ja, en volgens mij irriteert hij zich soms ook aan spelers om zich heen die gewoon echt minder goed zijn. En hij lijkt me wel, zag je het interview na de wedstrijd, dat hij een beetje balend en bij heel veel spelers, ik vind dat vaak een act, weet je wel, dat zo'n speler 2 keer scoort, betrokken bij het andere doelpunt en dan van die verschrikkelijke spelers die dan gaan zeggen, ja, ik kan niet tevreden zijn als ik geen hattrick heb gemaakt en zo. Maar ik geloof het ook wel, dat ik denk van ja, hij is dit seizoen er om ze echt nog zich volledig te bewijzen in de kijker te spelen. Dus voor hem is zo'n doelpunt ook gewoon echt heel veel waard. En die derde goal, hè? Vliegensvlug, weg bij zijn man. En zo vernietigend, gewoon zonder pardon, binnenschieten, binnenkant rechts. Ja. Maar als je hem van bovenaf gewoon zag in het normale frame op tv, dacht je dat hij gewoon zo hard mogelijk met zijn vreef schoot. Want je denkt, anders kan die bal niet zo hard gaan. En dan in de herhaling zie je dat hij eigenlijk gewoon binnenkant rechts echt nog een hoek uitkiest. Met van die korte beentjes, zo'n Aguero-schotje was het een beetje. Klopt, ja. We krijgen veel vragen over Malen. Onder andere van Matt Looney, die trouwens groot fan is van of de podcast of Malen, dat weet ik niet per se. Maar, waarschijnlijk de podcast. Zal wel Malen zijn. Ja. Oh. die wil weten waar volgens jullie dan zijn plafond ligt. Het is heel heerlijk koffiedik kijken, maar... Ik denk dat Malen gewoon echt een topspits kan worden. Is Malen beter dan Depay? In potentie wel, denk ik. Ik moet zeggen dat Depay in het laatste jaar in de Eredivisie, dat die vond ik met beter, Wijnaldum toen dat was echt, de Eredivisie was gewoon de speeltuin van Depay. Ja, maar Malen heeft wel echt specifieke kwaliteiten. En noem eens wat, Snijman. Wat? Noem eens wat specifieke kwaliteiten. Ik vind de combinatie van hoe snel hij is, maar wel hoe doelgericht en technisch hij is, dat vind ik een hele enge combinatie. Want normaal hebben spelers één van de twee dingen. Je bent of snel, of bewegelijk, of heel klinisch. Er zijn er maar heel weinig die en snel en klinisch. Hij is eigenlijk wel klinisch geworden. Als je kijkt naar de tegenpartij, hij is eigenlijk Quincy Menig en Danilo in één. Want Danilo kan heel goed voetballen en Quincy Menig kan heel goed rennen. Maar hij baalde ook en dat deed. Was dat in die documentaire over Achilles? Dat ze aan die Zweedse spits gingen uitleggen: you have to be horny for the goal. Ja, zeker. Malen was vroeger niet horny for the goal. En nu is horny, hij wel echt horny for the goal. Tim, jij stipte net al heel even aan. Genoeg over PSV. Goede 3-0 overwinning. Dat wel. Heel even naar Twente. Al 4,5 wedstrijd niet gescoord. Dat is aardig lang als je zo'n voorroede hebt. Sinds de blessure van Tjerni niet meer gewonnen. Je had het even over Danilo. Sinds de blessure van Oosterwolde. Ja, ook niet meer gewonnen. Nee. Pepijn is groot fan van Oosterwolde. Danilo deed ongeveer net zo lang over de gehele eerste helft aan zijn aftocht tijdens de rust. Die lukt echt sloffend en bijna huilend liep je terug naar de kleedkamer. Die jongen die is... Als jij nu moet voetballen met Narsing, dan ga je ook huilend van het veld af. Serieus? Ja. Niet onaardig. Ach, nee, dat is gewoon waar. Nee, maar die ene actie van Narsing, hè, dan loopt hij die 3 voorbij. Dan denk je, nou, holy shit. En wat hij daarna doet is zo classic Narsing gewoon. Ja, hard overschiet. Die schiet hem straat hem zijn, toch? Oh, man. Maar Tim. Ja, sorry. Danilo, we hebben het al een paar keer gezegd. Jij hebt je amateurpsychologie erop losgelaten. Ja, Snijboon verschuilt zich achter zijn Narsing-theorie. Maar wat vind jij ervan, Snijboon? Hoe denk je dat het zich voelt, Danilo? Ik heb het gezegd, hij is diep ongelukkig, die jongen. Ik ben het met je eens dat het diep ongelukkig is. Hij leek diep ongelukkig. Ja. Maar jij koppelt dat aan zijn toekomst bij Ajax altijd. Ja. En dat beeld deel ik gewoon niet helemaal. Je denkt dat hij gewoon überhaupt diep ongelukkig is? Ja. Okay. Ja, koud ook nog, hè? Ik hoorde ook nog dat hij ook diep ongelukkig was. Dat Jans volgens mij zei dat hij nu erg ver achterop raakte bij Giacomo Hakis. Ik dacht, ga maar gewoon weer een keer een doelpunt maken. Ja. In plaats van over die topscorers titel na te denken.
Nou, we zullen het zien. Volgens mij is hij echt diep ongelukkig. Dat schijnt. Ja. Dan gaan we door naar de tweede wedstrijd van het weekend die gespeeld werd. Heerenveen, Vitesse werd 1-0 op een matig veld bleek. Tananeloos Vitesse, dus een tandenloos Vitesse. Het was aan uitblinker Pasveer te danken dat het bij 1-0 bleef. Waar die Vitesse-doelman nog een penalty van J. Veerman stopte. Was de eerste kopgoal in de Eredivisie ooit van H. Veerman. Genadeloos. Hij is 2,1 meter, dames en heren. Hij is voor het eerst heeft hij ooit een kopgoal gemaakt. Tim, hij blonk dus weer in zijn huis. Pasveer. Julian de Winter die wil weten of jij Pasveer de beste keeper van de Eredivisie vindt op dit moment. Schorsing van Onana in acht nemen. Nee, dat vind ik Joël Drommel. Maar ik vind Pasveer wel heel veelbelovend voor Nick Marsman. Ik zal je uitleggen waarom. Pasveer is een ontzettend excentrieke keeper. Eigenlijk al zijn hele carrière geweest. Dus een majootje hier, kousen over zijn knieën en een paardstaart. Ja. Natuurlijk. Vroeger was hij echt zeer excentriek. Maar hij is nu 37, dus hij heeft nu eindelijk een leeftijd bereikt. Dus midden 30 gebeurt waarschijnlijk dat hij die excentriciteit een beetje los heeft gelaten. Hij is nu best wel een betrouwbare keeper. En hij speelt nu Best wel betrouwbare keeper. Hij is gewoon een van de minst geblesseerde keepers van de Eredivisie. Maar hij keept echt fantastisch. Ja, hij is gewoon betrouwbaar. Hij is gewoon betrouwbaar, precies. Maar hij speelt nu 3 jaar op rij. Hij speelt 3 jaar op rij nu constant. En daarvoor zat hij 4 jaar op rij op de bank bij PSV. Dat helpt ook niet mee. Was ook constant. Dat was ook zeer constant. Dat kan je ook niet zeggen. Nee, en daarvoor bij Heracles had hij ook 3-4 jaar gewoon echt heel goed gekiept. Dus hij moet gewoon heel veel keepen en heel veel ervaring opdoen. Nou, hij is inmiddels ontzettend oud. Dus dan, maar even mijn linkje naar Marsman. Even mijn linkje naar Marsman. Die is ook excentriek. Ja, dus Marsman wordt uiteindelijk echt tering goed. Want als Marsman zijn excentriciteit verliest, gouden bal, denk ik. Dus Marsman kan hem opvolgen over een paar jaar misschien wel bij Vitesse. Nou. Pasveer wordt nu genoemd als opvolger van Drommel volgend jaar bij Twente. Maar dat opvolger? Ik vind dat wel echt een leeftijd om opvolger. Dat vind ik niet à la Twente. Nee, maar het is wel. Hij kent die club. Hij wil daar graag heen. Twente zit in een situatie waar ze heel weinig geld hebben. En gaan Drommel verkopen deze zomer. Als je dan Pasveer terug kan halen. Lijkt mij dat voor Twente voor de komende 1 à 2 jaar een hele goede deal. Oh, interessant. Nou, Hij komt daar vandaan, hè? Ja, althans, daarom. Met die contraien. Ja. Stof om over na te denken. Pepijn. Achter Amersfoort. Nou, hij komt trouwens letterlijk daar vandaan. Pepijn, een vraag van Cas Grutter. Die wil weten of Vitesse in de top 3 gaat eindigen dit jaar. Staan nog wel derde. Hebben inmiddels maar 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden. Het lijkt een beetje te piepen en te kraken. Net als Maarten Stekelenburg. wat denk jij? Nou, de top 3 zou eventueel met een gelukje, weet je, als het nog een paar keer de goede kant op valt. Maar ze waren op dit een gegeven moment. Dit zijn geen uitspraken. Nee, maar daarom. Zou eventueel kunnen met een gelukje. Oké, ze gaan het niet redden. Ze gaan de top 3 niet redden. Maar er was op een gegeven moment sprake van. Mars van Roosmalen zat hier in de podcast ook hoogdravend te spreken over kampioenschap voor Vitesse. Dat gaat gewoon never nooit gebeuren. En ik heb het de vorige keer ook gezegd. En ik werd vandaag tijdens die wedstrijd. Of ik moet zeggen zaterdag. Tijdens die wedstrijd ook weer woest. Ze laten. Die Bazour en Tanane mogen daar alles flikken. En nu Tanane speelde niet, maar Bazour speelde. En op een gegeven moment dribbelt hij op naar het middenveld. En hij probeert een balletje breed te leggen. En die wordt, dat was gewoon een dramatische bal. Die wordt onderschept. Vervolgens pakt Heerenveen die bal af. En hij doet gewoon letterlijk niks meer. Hij stopt met lopen. En hij kijkt en op een gegeven moment passeert de speler van Heerenveen. Passeert hem weer. En hij probeert dan gewoon letterlijk door midden te trappen. Hij probeert echt met een vliegende tackle. Nou, die mist hij nog. En vervolgens gaat die bal. Heerenveen krijgt de kans en die bal die gaat achter. En niemand in dat hele team van Vitesse zegt iets tegen Bazour. Die zegt van, gozer, ben je wel helemaal lekker mee bij je hoofd? Schakel gewoon om en doe niet zo'n debiele tackle. Maar zij mogen gewoon alles maken. En dat is hartstikke leuk als het goed loopt. Want dan heb je Tanane en Bazour 2 fantastische voetballers. Maar het team is gewoon op geen enkele manier volwassen genoeg om die jongens ook binnen het gereel te houden. Ze zijn te belangrijk geworden. Maar, nee, maar dit is ook het probleem met zulke spelers. Hè? Dat en op hoog niveau zie je dat ook met spelers die heel goed zijn. Waar stop je met... Je kan die spelers alleen maar goed laten spelen door ze bepaalde privileges te geven. Ja. Maar waar stopt dat? En wanneer gaan die spelers daar misbruik van maken? En hoe ga je dan met de situatie om? Maar een trainer moet privileges geven, vind ik. En als teamgenoten mag je gewoon zeggen waar het op staat. Want nu is geen scheve verhouding. Iedereen op tv heeft het gezien. Elke supporter heeft het gezien. Dat gewoon iedereen bang is daarvoor Bazour. En waarschijnlijk ook voor Tanane. Zullen zien. Heerenveen won wel. Gaat iets beter daar. Af en toe pakken ze weer 3 puntjes. We zullen zien waar het eindigt. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu vooral op stem, wat is het? Oké, okay, Edwin, buitenspel. Met dit jingeltje leiden we altijd de rubriek buitenspel in. Het spreekt bijna voor zich, maar Tim, Snijboon en Pepijn hebben als het goed is iets van buiten de lijnen meegenomen om
aan mij en aan jullie luisteraars te vertellen. Timmy zit er klaar voor. ESPN heeft deze week ESPN Nederland, hè? Dat, met die alle slechte website. Ken je dat bedrijf nog of niet? Die hebben dus nu... Met die samenvattingen. Ja, oh, nee, met die samenvattingen die het nooit doen. Ja, precies. Die hebben nu op een tweet de meeste tractie ooit gekregen. En dat kwam bij de wedstrijd Excelsior FC Den Bosch. Excelsior stond 3-0 voor. En dat werd eigenhandig, werd die achterstand omgedraaid door Jizz Hornkamp. Die maakte er 4 namelijk. En uiteindelijk werd het nog 4-4. Maar Jizz Hornkamp, dat is dus weer viral gegaan. Omdat, nou ja, Jizz betekent... Elke keer als die een doelpunt maakt, ja, gaat het viral. Dus het was Jizz Hornkamp was letterlijk trending topic in Amerika. En het is in India en in Australië. Allemaal gewoon, even kijken. Titels als Jizz scores 4 goals and ruins clean sheet, bijvoorbeeld. En, ja, die is lekker, zeg. Jizz Hornkamp does team dirty on pitch. En Jizz overload. Ja, van Verenigde Staten tot India en Australië. Jizz Hornkamp was wereldnieuws. Het zijn allemaal gewoon titels. Jizz overload, ja, kwam van een andere website. Ja. Oh shit, ja. Het was een ander tabblad. Ja, ik wilde het net zeggen. Shit. Ja, hartstikke leuk. Black. Jizz was trending. Oké, okay, Tim, je schiet weer heel veel uit de bocht, maar ja, hartstikke leuk. We gaan netjes door naar Snijbank. Ik heb nieuws over Joshua Patrick. Dat is een voetballer van GVVV. En die was op het Museumplein, was hij. Wanneer? Ik weet niet precies wanneer staat er. Maar ik denk dat er toen koffie gedronken werd op Museumplein. Door Willem Engel en zijn vrienden. En die moet 5 weken de bak in. Ja, een celstraf van 5 weken. Want hij heeft volgens de politie heeft hij een baksteen naar de politie gegooid. Maar volgens hemzelf was het een rauw ei. Misschien een hardgekookt ei, dat het er ergens tussenin zat. Ja, maar dat vind ik dus zo raar. Als je dus dan jezelf wil redden, dan zeg je toch niet een rauw ei? Dan zeg je toch, oh nee, sorry, ik had als tussendoortje had ik wat hardgekookte eieren mee. Want voor als ik honger heb onderweg, en die heb ik gegooid. Want een rauw ei en een baksteen, heeft hij dan in zijn koelkast nu een stapel van 6 bakstenen liggen. Ja. En die doet hij dan doormidden boven zijn pan en zo. Ik snap niet. Maar, ik vind het zo raar. Maar het verhaal is dus dat een top amateurvoetballer 5 weken moet brommen. Ja. Omdat hij een... Ofwel. Nee, dat vind ik helemaal niet het verhaal. Ik vind gewoon het verhaal dat hij gewoon overduidelijk een baksteen naar de politie heeft gegooid. En dan zelf zegt, nee, het was een rauw ei. Ja, gewoon Aller slechtste verweer wat ik ooit heb gehoord. Hij zou van de belangstelling staan van Spartak Moskou nu, of niet? Toch? Die scouten toch in de gevangenis? Die scouten in de gevangenis? Nee, op Museumplein. Oh ja, serieus? Het waterkanon gaat linksback spelen daar volgend jaar. Pijn. Ja, nou, in al dit heftige negatieve nieuws wat we tot nu toe hebben gehad. Het was bijna een snoepwinkel, hè, deze week om een buitenspelletje uit... Hoezo is Jizz Hornkamp negatief? Ja, nee, oké. Okay. Dat is persoonlijk. Als buitenspelletje niet, maar er was veel negatief nieuws in ieder geval. Ook buiten het voetbal om. En ik ging een buitenspelletje zoeken en het was echt een snoepwinkel. Er kwam heel veel voorbij en een Dries Mertens die van de landingsbaan afvloog, geloof ik. Maar ik dacht, ik neem iets... Lange aanloop. Maar daarom dacht ik, neem iets positiefs mee. Robin Polly, jullie zullen hem allemaal wel kennen. Van ADO is dat. Ja, de verhuurde rechtsback van ADO aan FC Dordrecht bleef nog een vrij ongelukkig seizoen. Maar daarbuiten heeft hij een foundation opgericht die voetbalspullen naar Ghana stuurt. En dat is een heel mooi initiatief. Ghana loopt helemaal rond in pakjes van ADO Den Haag. Allemaal voetballen gaan die kant op. Voor ze. Ja, wat een slecht nieuws. Alsof ze daar nog niet zwaar genoeg hebben. Maar het goede nieuws is dus dat die zending onderweg is kwijt. Nee. Nee, dus ik vond het leuk om te melden. Dus als mensen nog spullen over hebben, zoek het vooral op. Zijn foundation. Leuk. Ja. Robin Polly. Ja. Positief in het nieuws. Hebben wij niet nog zo'n 6XL ADO shirt dat we die kant op kunnen sturen? Nee, maar die is dus kwijt. Die is serieus kwijt. Ja. Die heeft Polly gestolen, denk okay, ik. Oké, Tim. Ja, wat ga je dan niet zeggen? Oh, opgestuurd. Ja, heel goed. Nou, Pepijn, in ieder geval leuk dat je iets positiefs probeerde mee te nemen. Ja, het is niet gelukt. Maar. Nee, maar we gaan laten we doorgaan naar een voetbalwedstrijd. Maar FC Emmen tegen AZ 0-1. Met onder andere een nieuwe keeper en een nieuwe spits trad FC Emmen ten strijde tegen AZ op het kunstgras. Was het verschil tussen beide ploegen lang niet zo groot als op de ranglijst. AZ had wel de overhand en de meeste kansen, maar ook veruit de meeste irritaties onderling. Uiteindelijk moest Yuki Sugawara eraan te pas komen om de bevrijdende 0-1 binnen te schieten. Snijboon, het liep niet lekker bij AZ. Ze waren op elkaar aan het zaniken. Ja, kan jij het probleem bij AZ onderschrijven? Er is geen kabel. Verklaar je nader, dit gaat ook mijn pet te boven. Het is Nederlands tegen de rest, is het. Zeker voorin. Je ziet dat die Gudmundsson en Karlsson, die speelden allebei. En die zijn het enorm met elkaar eens de hele tijd.
En die hebben de hele tijd ruzie met al die Nederlandse jongens die daar rondlopen. Met Stengs en met Boadu en Koopmeiners. En die zijn het ook allemaal de hele tijd met elkaar eens. En die zitten elkaar alleen maar af te fakkelen de hele tijd. Dus volgens mij, ook in die ik zat de samenvatting vandaag nog een keer terug te kijken. En dan zie je ook alleen maar dat Karlsson en Gudmundsson de hele tijd de bal naar elkaar spelen. En net elkaar opzoeken. Maar dat doen die Nederlandse spelers helemaal niet met hun. Ik zie daar echt, volgens mij is dat gewoon een kabel. Ja, denk je? Ja. Oh, zo heb ik het nog nooit bekeken. Ik vind wel, en misschien zie ik Boadu haat 100% Gudmundsson. En Gudmundsson haat Boadu. Want dat zijn hele andere types en die spelen om dezelfde plek. Dus als die met z'n tweeën in het veld staan, die gaan elkaar echt niet zoeken. En die Karlsson, volgens mij botert dat ook niet helemaal met die andere jongens voorin. Nou, ik word gewoon heel erg boos van die zogenaamde haantjes bij AZ. Want dat zijn allemaal zieke nerds namelijk. En zeg jij? Ik herken het, Gijs. Ik herken het. Luister. Het is het meest oprechte wat ik Gijs ooit heb mogen zeggen in al die jaren podcast. Gijs, ja. Voor het eerst in het leven zijn er niet coolere gasten in het veld of op school of whatever. Dus iedereen gaat nu een soort van boven aan die nerdenapenrots proberen te komen. Gudmundsson, wat een nerd. Karlsson, Koopmeiners is de aanvoerder. Ja, maar het is gewoon één nerdenclub. Pascal Jansen staat er ook, is ook een nerd. Ik denk dat ik snap wat je bedoelt, maar... Ik kan hier echt niks mee. Ik zou het ook nooit zo verwoord hebben. Ik vind het te veel hetzelfde soort speler. Dat het alleen goed is als het loopt. En dan loopt het allemaal fantastisch. Maar te weinig mietjeus. Te weinig mietjeus. Mijn betoog wat ik bij PSV hield, dat kan je hier ook houden. Dat er iemand gewoon een stabiele factor in het team nodig is. En Koopmeiners is dat niet, denk ik. Het is allemaal juist. Ja, het is veel te stabiel. Je moet gewoon een Gattuso Balotelli-achtige gozer hebben. Die maak je meteen aanvoerder. En dan is alles opgelost. Maar zou AZ dan ook niet nu gedacht hebben, shit, was Idrissi te huur? Nee, ik denk niet dat zij dat... Nee, Karlsson doet het goed, toch? Maar ik vind Karlsson echt een nerd. Ook op momenten, nee, maar ik vind hem soms ook echt Tobias Sana. Het ziet er allemaal heel leuk uit, maar af en toe probeert hij ook schoten op goal. Dat je gewoon ziet, ja, jij hebt gewoon nog nooit op dit niveau gevoetbald. Want Sana was ooit een mislukte aankoop. Maar kunnen we het ook niet gewoon schuiven op de leeftijd van die ploeg? Of op het veld? Nee, maar het is toch gewoon een ontzettend jonge ploeg die echt een hele grote stap hebben gezet. Het heeft niks te maken met leeftijd. Het heeft alles te maken met karakter. Die ploeg is veel te eenzijdig gewoon. Ja, maar ze missen natuurlijk wel Danny de Wit en Svensson. Wat echt precies twee gasten van het andere karakter zijn, vind ik wel. Ik vind dat wel echt gasten die altijd een 6 halen en niet een 9 als maar, iedereen maar, een 9 haalt. Wel een 3 als iedereen 3 haalt. Yes, nou ja. Danny de Wit is niet zo'n nerd, je toch? Wel gast. Ja, nou ja. Typisch. Nou goed, het zijn wel te veel van hetzelfde. Ja, AZ, heb ik het idee. Maar wat kunnen ze eraan doen? Ik zie niet zo goed. Bananen halen. Ja, maar echt zoiets. Bazoer. Zoiets moet je echt doen. Komt het ook doordat ze dan te veel van hetzelfde soort opleiden? Want je hebt Stengs, Boadu, Koopmeiners. Ja, Gudmundsson komt dan ergens anders van en Karlsson ook. Maar is het te veel van hetzelfde? Ik kan niet iemand uit de opleiding zomaar... Peer Koopmeiners bijvoorbeeld is precies zo'n type. Ja, dat is zijn broertje. Nee, dat weet natuurlijk ik. Is dat precies zo'n type. Nou, zijn samen ook gegroeid. Nee, maar serieus. Maar die komen ook allemaal vanuit de opleiding. Ja, Wijndal is dan misschien in mijn ogen net wat anders. Maar is het niet dat ze te veel hetzelfde opleiden ook? Ja, maar hoe kan je moet je een eikel gaan opleiden? Het is ook wel een lichting natuurlijk. Ja, maar ik vind vooral dat je dus wel als club verantwoordelijk bent voor de samenstelling van je selectie, ook qua persoonlijkheid. Ja, dat vind ik ook. Oké. Okay. Maar Gijs, genoeg over Anko Jansen. Ja, ik wilde daar ook over hebben. Er was een luisteraar die wilde wat van jou weten, toch? Ja, BKRMR Joe, die wil weten wat ik van de transfer van Anko Jansen naar NAC vind. Ja, ik vind het echt heel raar, maar ze vroeg het aan jou. Ja, ik vind het niet heel raar eigenlijk. Compleet logisch. Anko, ik noem hem Anko, speelde niet meer bij Emmen. Hoe noemt hij jou? Hij noemde mij, hij weet mijn naam niet waarschijnlijk. Meneer. Ja, meneer, ja. Hij kwam er niet meer aan te pas bij Emmen. Je hebt niet spelers zoals Anko Jansen nodig als je allerlaatste staat en degradatievoetbal speelt. Hij is bij uitstek geschikt voor een ploeg die meedoet om de bovenste plaats, omdat je dan veel de bal hebt en goed kan voetballen. En dan is NAC wel de beste club waar je naartoe kan gaan na Emmen, vind ik. En een cultclub. Precies. Ik denk dat hij meer gaat verdienen ook gewoon nog. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Nou, Emmen heeft wel geld. Hè, maar hij is 31 en hij kwam er niet aan te pas in Emmen. Hij weet zeker dat ze gaan degraderen. Ja, hij was de aanvoerder. Ja, mensen zeggen hij verlaat het zinkende schip. Maar hij werd ook gewoon niet meer opgesteld. En dus hij was in de Jupiler League echt verschrikkelijk goed altijd. Ja, maar zeker. Dit is voor Lukien ook makkelijker. Hè? Want je wil Anko Jansen in het type voetbal wat zij nu gedwongen zijn te spelen op momenten. Wil je Anko Jansen eigenlijk helemaal niet meer opstellen. Maar hij moest hem wel af en toe nog laten spelen omdat Anko Jansen was. Ja.
En die jongen is gemaakt om bij clubs te voetballen die bovenin meedraaien. Precies. Ja. Niet die en ik hoop dat hij gewoon... Hij gaat nu ook via de voordeur, toch? Hij heeft het daar fantastisch. Ja. Zijuitgang. Ja, niet goed, niet slecht. Ik vind het wel jammer. Maar mooi, wie weet, promoveert hij met NAC? Dat kan nog altijd. Ja, je NAC met Anko Jans. Dan gaat Emmen terug, gaat hij terug naar Emmen. Speel hem in de bovenste plekken. Precies. We zullen het zien. Dan wil ik nu door naar een wedstrijd die niet gespeeld is. Groningen, Feyenoord. Gebeurde het een en ander bij Feyenoord. Nee, werd niet gespeeld. Nee, het gebeurde een en ander bij Feyenoord. Kuit werd officieel uit het contract gezet of in onderling overleg. Het schijnt dat hij daar heel verbaasd over was, maar... Ja, niemand heeft het kunnen niemand zien. Heeft het zeggen. Pepijn, denk je dat hij nog terugkeert bij Feyenoord? Ik denk dat hij gekrenkt is in zijn ziel. Ik had al het idee dat die hele samenwerking met hem als trainer daar bij Feyenoord niet lekker liep van begin af aan in de jeugd. En nu de manier waarop hij ook weggaat. Want hij had volgens mij een soort van verwacht dat hij wel door zou stromen richting dat eerste. Want Arnes heeft echt zijn verklaring afgegeven van we vonden het nog te vroeg en niet verantwoord om hem nu voor de groep te zetten. Dus dan is het... Heeft het op tafel gelegen en heeft waarschijnlijk Kuit zelf ook weet van gehad. Nee, die overeenkomst was gesloten met Van Geel. Oh ja, voordat hij naar hem tegen ging. Nou ja, dus ik denk dat hij gekrenkt is en dat hij het ook... Dat hij niet meer terugkomt. Dat vind ik ook wel à la Kuit om nu boos te zijn. Als te gaan stampen als een jonge jongen, want zo ziet hij er ook uit. Als een plastic. Ja, maar hij heeft, volgens mij was dat toen die Sjaak Troost, heet die gozer toch, die daar toen zat. Die was ontzettend blij dat hij een hoge functie mocht bekleden bij Feyenoord. En die dacht, ik ga even het legioen pleasen door Kuit meteen in de watten te leggen. Wat natuurlijk compleet onzin was. Hij was toen trainer bij de A1, ging hij gewoon golven, missen die wedstrijden en zo. Dat weet ik niet. Ja, er is een gigantisch artikel toen over verschenen. Oh. Je moet even bijblijven, Gijs. Ja. Maar dat betekent dus dat die gozer alleen maar voor zichzelf bezig is en totaal niet met zijn trainerscarrière. Dus ik vind het heel goed wat Arnes heeft gedaan. Gewoon zeggen, ja, nee, geen tijd voor Kuit. Geen ruimte voor Kuit. Hij wil hoofdtrainer worden. Ik vraag me dat echt de zeerste af. Ja, Dordrecht. Dordrecht wilde die niet, geloof ik. Had hij al aangegeven. Zoveel clubs die wel voor die naam gaan. Maar ik vind het zo goed van Feyenoord. Want het laatste wat die club nu moet doen, met alles wat er achter de schermen speelt, met het stadion, met de jeugdopleiding en met alle spelers. Het laatste wat je moet doen, is een beginnend trainer aanstellen daar. Dus ik vind het echt heel goed. En Slot weer ontslaan gelijk. Dat is ook raar. Dat lijkt ook zeer vreemd, ja. Laten we doorgaan dan naar een wedstrijd die wel gevoetbald is. Fortuna Sittard Heracles 0-1. Twee ploegen in bloedvorm legden een redelijk bloedeloze pot op de mat in Sittard. Heracles had Fortuna redelijk in de tank, maar andersom eigenlijk ook wel. Misschien was de puntendeling verdiend, maar doordat Fortunees Polter de lat in tweeën schoot, bleef het bij de enige en dus winnende goal van Vloed. En dus 0-1 voor Heracles. Tim, wat is het langste telefoongesprek dat jij ooit gevoerd hebt in je leven? Ik heb er serieus over nagedacht. En ik weet het niet. Ik denk dat niemand naar het daadwerkelijke antwoord op zoek was. Nee, maar het gaat natuurlijk... Het is een verwijzing naar... Gooi een balletje op en je smasht hem zo hard ergens naartoe... waar ik hem niet heen wil hebben. Nee, hij heeft hem gewoon in zijn mond gevangen. Ja. Maar het ging toch over Rai Vloed? Ja, die heeft dus deze week gezegd... hij belt elke dag met Memphis Depay... en vaak ook wel 5 uur per dag. Wat? Ja. Want hij zegt... ja, Memphis die zit vaak alleen in Lyon... en ik zit vaak alleen in Almelo. Alsof het echt een of andere... Ja, het is ook wel een buitenwijk eigenlijk. Ja, alsof het een gat is. Dat is het ook. En dan zegt hij, ja, dan skypen we met elkaar bijvoorbeeld. En dan is 5 uur op een dag. En dan zeggen we ook niet altijd wat. Maar dan zijn we in ieder geval niet alleen. Je kunt ook van die poppen laten maken, toch? Van die Dirk Kuyt. Nee. Van die seksdolls. Dan kan je iemand halen. Kan je iemand van de Pijden, dan zit hij nu wel op de bank naast hem. Maar zij waren dus echt hele goede vrienden. Of zijn hele goede vrienden. Nee, natuurlijk. Ja. Maar het lijkt mij dus serieus best wel moeilijk als je... op een gegeven moment even goed was. Revolut was een groot talent. En dat de paai dan zo veel verder boven je uitstijgt. Hoezo gaan we het nu over voetbal hebben? 5 uur bellen. Ja, ik hoop daar niet omheen. Nee, maar jij bent bellen geen bellen. Heel kut. Ja. 5 uur bellen is lang. Vloed, wel weer belangrijk. Ik wil het wel heel veel terugtrekken naar het voetbal. Heracles heeft 24 doelpunten gemaakt. Rai was bij 13 direct betrokken. Ja. Een heerlijk seizoen voor hem. Ja. Tim, ik kijk jou nog een keer aan. Ik gooi nog een keer een balletje op. En als je die nu het stadion uitslaat, dan zwaait er wat. Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Ik ben heel benieuwd hoe je deze erin gaat fietsen. Nou, Gijs, dat komt. Kijk, Revolut heeft ook een paar kansen gehad ook, hè? Mm-hmm. Maar er was er iemand en die stond in de weg. En die kende de regels ook niet heel goed. Hè? Mm-hmm. Die hield helemaal niet van voetbal. Ze ging ook met zijn handen en zo. Maar dat kwam omdat Mark Zuckerberg die zorgde ervoor dat Revolut niet meer doelpunten kon maken. Okay. En hij ging best vaak met zijn handen, Mark Zuckerberg. En okay. Ja, ik vraag me af welke positie hij dan bekleedt. Maar goed, keeper was hij. Oké. Mark Zuckerberg, keeper. Kijk morgen op onze Instagram. Nee, nu. De lookalike is te vinden op onze Instagram. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Zoals altijd heeft Tim weer een weetje voor ons meegenomen dat we waarschijnlijk niet willen weten, maar wie weet. Ja, nou ja, door dit weer moest ik er aan denken, Snijbaan. Maar je kent nog wel Abu Bakari Yakubu. Wijlen Abu Bakari Yakubu, voormalig middenvelder van Ajax en Vitesse ook. Daar is toch wel een schitterend weetje over bekend. Het is Marcel van Roosmalen, ooit in Hard Gras geschreven. Dat Abu Bakari Yakubu, ken je dit verhaal, Pep, of niet? Die reed overal 80 km per uur. Dus zowel op de snelweg als in de bebouwde kom. Dat is toch goed. Als in de Albert Heijn, hè? Ja, ook. Oh, dat is toch zo goed. Dan reed je altijd maar max 50 van wat moet. Tim. Dat is wel slim eigenlijk. Wat was de eerste zin die je uitsprak met dit weetje? Weet ik niet. Ik moest er door dit weer aan denken. Ja, nee, omdat ik fiets hier naartoe 80 Nee, ik weet niet. Ik dacht aan auto's die dan niet heel snel konden rijden op de snelweg. En daar, ja, precies, bedankt dat ik het bruggetje nog even mag afmaken. Ja, klasse. Ja, dat is wel echt waar. Laten we daarbij laten en gaan we door naar PEC Zwolle tegen RKC. Twee ploegen die de laatste tijd bijna alleen maar gelijk spelen, speelden ook zaterdag weer gelijk. Touba had extra zelfvertrouwen gekregen door de lofzang van Tim en begint ook nu met scoren. Invaller Samark hamerde de 1-1 in de kruising. Het was ook de eindstand, daar bleef het bij. Pepijn, jij kreeg heimelijke gevoelens bij deze pot. Ja, ik vond het echt zo'n Jupiler League potje. Of wat was het? De keukenkampioen divisie pot. En ik heb tegen allebei die spelers ook, of tegen allebei die teams ook wel gespeeld. En ik dacht, het is toch ook wel mooi aan het Nederlands voetbal dat die ploegen nu gewoon in de Eredivisie, dat die meedraaien. Maar ook met spelers die ook, volgens mij, speelden ze 400ste wedstrijd, geloof ik. Bram van Polen, ja, voor PEC zijn 400ste wedstrijd. Nou, die heeft gewoon de hele periode van PEC in de Jupiler League meegemaakt. Dus is die gewoon naar de Eredivisie gewoon erbij blijven lopen. Ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi dat het kan. Maar daar moet ik ook wel bij zeggen, dat zorgt er ook wel voor dat je soms naar echt draken van wedstrijden zit te kijken in de Eredivisie. Dus het is leuk dat het verschil tussen die Jupiler League en die Eredivisie niet zo groot is. Maar het doet ook wel een beetje pijn. Ja, top. Dankjewel. Dan gaan we door naar VVV. Hij kan hem af en toe zo kapot slaan, ja. Van Gijs. We gaan door naar VVV tegen Sparta. Ook afgelast. Eigenlijk het grootste nieuws was dat Jagoumakis in Venlo blijft vooralsnog. De Russische transfermarkt is nog open. Wie weet, Snijbal, goede zaak toch? Ja, zeker. Ook voor hemzelf vooral. Kijk, dat VVV heel blij mag zijn dat hij blijft, dat is duidelijk. Maar hij moet zelf de kans aangrijpen om niet een soort Björn Vlemings te worden. Ik denk echt dat hij beter is dan dat. Mm-hmm. En ik denk dat hij dat ook waar kan maken als hij nu gewoon heel eventjes pas op de plaats maakt en bij VVV misschien hierna nog wel een jaar blijft. Ik durf het te zeggen. Hij heeft al een transfer afgewezen. Ja. Hij zegt geld is niet alles. Nee, dat zal hij blijven zeggen totdat er bepaalde bedragen op tafel komen. Maar ik denk echt dat Jakomakis goed genoeg is om wel echt een stap te maken nog. Alleen als hij nu het verkeerde kiest, dan is het ook gelijk weer klaar. Echt heel benieuwd waar hij naartoe gaat. Want hij gaat natuurlijk weg. Ik ben echt heel bang voor iets als Nicosia. Ja, middenmotor Turkije of zo, weet je wel. Omdat er dan veel geld komt. En dan ben je gewoon klaar gelijk. Ja. Oké, we zullen zien inderdaad. Transfernieuws ook bij Willem II ADO. Wedstrijd ging ook niet door. ADO completeert eigenlijk de logische wintertransferperiode met de terugkeer van Abdennasser El Ghayati. Ja, ik zeg het heel vrolijk, maar Tim, jij baalt. Ja, ik vind het heel jammer, want naar aanleiding van vorig jaar vind ik gewoon dat ADO een gepaste straf verdient. En dat is minimaal 1 jaar in de keukenkampioen-divisie naar het wanbeleid. Maar ze gaan er nu gewoon in blijven. Want als je ziet wat ze gehaald hebben, letterlijk alleen de spelers die ze gehaald hebben, daar ga je al een paar punten mee pakken. Ja. Vinovic, Jan Maat, Mochtar, El Ghayati. Nou ja, fantastisch. Ja. Voor ADO, ja. Ik vind het jammer, maar. En ik weet ook niet waar ze het geld vandaan halen, hoor. Want die Wang, die kwam nooit door. En nu blijkbaar in één keer wel.
Ja, dat je boos wordt op Gijs hierom. Nee, want ze zeggen nu ja, dat vertrek van Bouraar, dat maakt ruimte voor de komst van Kayati. Ja, en al die andere salarissen dan? Nee, maar ze bedoelen letterlijk in de kleedkamer waarschijnlijk. Oh ja, dat zou haakje vrij. Ja. Voor zijn handdoek. Ja. Maar jongens, even het belangrijkste. Oké, je had hij terug in de... Ja, vond ik leuk, toch? Zeker wel. Heerlijk, toch? Ja. Dat jaar voordat hij wegging, was dat echt de leukste speler om naar te kijken. In de hele competitie. En die is nu weer terug. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ook. Hallo fans. Wie gaat er zinnen? Hier is Tom. Toch weer alle 18 ploegen heel veel tegen het licht houden. Of 16 of 14. In ieder geval veel ploegen tegen het licht houden. Aantal potjes maar gespeeld. Maar we sluiten zoals altijd even af met Tommy Beugelsdijk en Fantalk. Pepijn, eerste voor jou van Arjen, / Bauma 35. Die wil weten welke wintertransfer wij het hoogste en welke wintertransfer wij het laagste aanslaan. Ja, nou, elke had hij natuurlijk het hoogste. En Groningen heeft die Paulus Abraham heeft die gehaald. En dat, nou ja, wat je ervan moet horen volgens mij. Maar jij bent daar meer op ingelezen. Nou, het Scandinavische voetbal. Ja, ik moet er nog heel veel met mijn compaan over hebben in Zweden. Maar ik krijg binnenkort een gedetailleerd rapport over zijn toekomst. Ja, benieuwd. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En de slechtste wintertransfers, ja, de rest, denk ik. Meestal is het niet zo succes. Haller was toch ook in de winter? Ja, nou ja, daar mag je veel laten van verwachten. Laten we bij de beste houden dan. Laten we het gewoon bij de beste houden. Ja. Tim, Jaco / Brand wil weten wat onze toekomstplannen zijn. Overwegen een eigen YouTube/tv-show. Jullie hebben al een eigen YouTube-show. Snijboer en ik hebben al eigenlijk een soort tv-show. Ja. We zijn altijd aan het filosoferen. En het is even wachten totdat John de Mol de portefeuille trekt. En dan gaan we... Ja, ik bedoel, als we, geld is alles. Hè? Dus wij kunnen gewoon alles maken. Dat, wat jullie ik ook willen. Ik denk Turkse middenmotor. Zeker. Dus laten we... De eerste kaas over, ja, denk ik zo. Als het in de buurt van Istanbul gaat, Tim en ik er samen heen. Turkse staatstv. Ja, kom er een jaartje later met een volle bos weer terug. Ja. Snijboon, om even af te sluiten. Martijn Rietbergen, die wil weten wat jouw grootste administratieve fout ooit Nou, wel rondom mij. Maar ik ben vorig jaar bijna echt bij de KNVB ingeschreven als Koen Snijboon. Ja. Serieus? Ja? Ja. Dus dat is echt een gevalletje Haller. Maar de team waar ik in kwam te spelen, die waren er niet van op de hoogte dat Snijboon niet mijn daadwerkelijke achternaam is. Ze zaten doorgegeven van de KNVB, onze aanvoerder. Ja, dus toen moesten we daar een mailtje achteraan sturen met... oh nee, toch niet Snijboon, maar... Maar we laten je echte naam gewoon lekker in. Mysterie. Heel goed. Nou ja, jongens, dat was het weer. 5 wedstrijden. Ruim 3 kwartier over gehad. Hartstikke leuk. Ook al knap, hè? Ja, waar kan je ons luisteren, Gijs? Nou, dat weet jij toch? Jij luistert toch altijd op Spotify? Ik luister altijd op Spotify. Exclusief. Of alle andere podcasts. Ja. Bijna exclusief op Spotify, want er zijn namelijk overal te luisteren. Maar ook op Spotify. Volgende week zullen we er weer zijn. Hopelijk met 9 wedstrijden. Hopelijk zonder avondklok. Maar niet getreurd. Tim en Snijboon zijn er altijd midweek met hun eigen YouTube-tv-show over voetbalmanager. Dus bij deze Snijboon, succes ermee. En dankjewel dat je aanschoof. Heel leuk. Tim, nerd, dankjewel. Pepijn. Zeg jij. Pepijn, nerd. Dankjewel. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende keer. Ja, ik begon het gesprek met... Hey, jij daar, met je dikke jopen. Heb je al een YouTube-abonnement voor de derde helft? Nee, hij had geen blas van zijn mond. Daar hield ik wel van. Nou, volgens mij vond ze dat wel leuk, ja. Ik weet zelf ook dat ik dikke tieten heb, ja.